30 oktober, 5 jaar geleden, de dag waarop alles toen begon. 5 jonge dames begonnen een clubje voor de bekende derde kogelpie. Charlotte, Brigitte en Jacqueline, Suzanne en Anita stonden aan de start. Ze hadden heel veel leuke ideeën. Hij had nog nooit echt een fanclub gehad. En we hebben een fanclub. Het is hier gezellig. Met allemaal doffies. Het is ons ideaal. En ben je geen lid dan van ons eigen clubpie? Kom dan bij de fanclub van Der Kogelpie. Er kwam een forum om alles te delen. Tot de ellende, tot veel vrolijkheid. Een mooie website met veel informatie. En daar werd Derek dan echt mee verblijd. Het aantal leden begon snel te groeien. Flyer in elke theatershow. Ze kwamen al snel op een goed idee. Een echte fan dacht de Piet Derek deed. En we hebben een fanclub. Het is hier gezellig. Met allemaal doffies. Het is ons ideaal. En ben je geen lid dan van ons eigen clubpie? Kom dan bij de fanclub van Der Kogelpie. De stuur werd veranderd, zo gaat dat nu eenmaal. De kracht van de fanclub die bleef bestaan. Met nieuwe leden, nieuwe ideeën. En het bestuur ging er weer tegenaan. Het werd professioneler en toch die werd groter. Het ging als een tierenlier. Een grote club met veel lieve mensen. En dat geeft toch alleen maar plezier. En we hebben de fanclub. Het is hier gezellig. Met allemaal doffies. Het is ons ideaal. En ben je geen lid dan van ons eigen clubpie? Kom dan bij de fanclub van Der Kogelpie. Nu 5 jaar later, tijd voor een feestje. Gezelligheid en wat muziek. We gaan samen nog vele jaren verder. Met alle doffies en Der Kogelpie. En we hebben een fanclub. Het is hier gezellig. Met allemaal doffies. Het is ons ideaal. En ben je geen lid dan van ons eigen clubpie? Kom dan bij de fanclub van Der Kogelpie. En we hebben een fanclub. Het is hier gezellig. Met allemaal doffies. Het is ons ideaal. En ben je geen lid dan van ons eigen clubpie? Kom dan bij de fanclub van Der Kogelpie.